Ja, het is natuurlijk een onderdeel van de baan, een minst leuk onderdeel van de baan. Is mensen laten vallen. Mensen die hebben met ons getraind, de meeste voor het jaar. En dan moet je op het laatste moment afvallen. We moeten ook wachten tot het laatste moment, omdat we wisten niet van bepaalde jongens of ze wel of niet aanwezig kunnen zijn. Van hun organisatie, Altamerica. Dus gewoon wel een beetje last minute. En ook te maken met de playoffs, want het seizoen eindigt op 3 september. De meeste organisaties stoppen op dat moment. Maar dan heb je te maken met playoff situaties. En als jongens naar de playoffs gaat, de organisatie zegt, ja, dan wil je ook dat je daar naartoe gaat. Maar in heel veel situaties, dit jaar was heel raar, want bijna elke jongen van Amerika stond gewoon of in de playoffs of dicht bij de playoffs. Dus ja, dat betekent dat je moet lang wachten en je moet gewoon mensen bijhouden. Als in het geval dat die jongen niet komt. En dus op het moment dat we zeker zijn dat die jongen komt, en dan laten we gewoon wat jongens helaas het teleurstellend nieuws geven. Hoe hebben die afvallers gereageerd? Nou, zoals je zou verwachten, teleurgesteld. Ik zou niets anders verwachten van iemand die wil op het topniveau spelen. Nou, het is hun droom. Het is geen leuke onderdeel van mijn baan om een droom te verbreken op dat moment. Dus het is teleurstellend, maar uiteindelijk ze moeten gewoon dat accepteren. En ik moet eerlijk zeggen, de jongens hebben dat hun karakter vertoond. Want op dinsdag hebben we 4 werpers laten afvallen. Maar we hadden een probleem, want die werpers van Altamerica waren laat. Die zouden de volgende dag binnenkomen. En we hadden geen werpers voor de wedstrijd tegen Duitsland op dinsdag. In ieder geval niet voldoende. En alle 4 jongens die viel af, hebben allemaal vrijwillig gezegd, nou, ik wil helpen en ik wil gewoon voor jullie pitchen op die dag. En dat hebben ze allemaal gedaan. En we wonnen. Ja, dat zegt wel wat. Misschien is het gewoon een eer om voor de wereldkampioenen, zelfs als trainingssparringspartner bijna dan uit te komen. Ja, maar goed, die wil gewoon in het systeem blijven. Die vindt gewoon de uitdaging voor een honkbal in Nederland is op natuurlijk wereldtop te spelen en tegen andere landen te spelen. Het is gewoon altijd het droom. En ze willen gewoon natuurlijk hun best doen om mij te laten zien dat ik een fout heb gemaakt natuurlijk op dat gebied. En dat vond ik gewoon heel goed. Dat wil je van het spelen. Ja, tot slot dan. Het is misschien ook wel logisch dat jongens weten wel dat ze af kunnen vallen als er een prof terugkomt. Ja, dat is een onderdeel van topsport. Dat is gewoon, je speelt op positie, je doet het beste je kan, je werkt hard. En je weet op een gegeven moment, iedereen wil je baan hebben. En het is gewoon een onderdeel van topsport. Het gaat over wat je vandaag hebt gedaan. Niet over wat je in het verleden hebt gedaan. Natuurlijk speelt dat wel een rol met je ervaring en zoiets. Maar uiteindelijk moet je gewoon elke keer bewijzen dat je hoort bij het team. En tweede, dat je in de line-up moet staan.